in deze steden. In Bab Adelstagen hebben wij aan Maria onze toevlucht beloofd haar openbaar gulden te brengen. Door deze omgang wordt die belofte ingelost. Kijk met aandacht en luister. Laat onze intentie deze zijn. Maria, onze mantel der liefde. Ik vraag u met ons mee te bidden en te zingen, zodat gij één wordt met deze 78ste Maria-omgang. In maart 2020 werd de wereld getroffen door de coronapandemie. Deze heeft heel slachtoffers gezien. Veel mensen van het vrijheid. Daarom doe ik een nieuwe belofte aan Maria. Als we de pandemie weten te bedwingen, krijgen we nog mooier van de dank voor onze. Maria, onze mantel der liefde. In maart 2020 werd de wereld.
Oh.
Over een jaar zal ik terugkomen en zul je moeder zijn, Sarah, en een zoon hebben. Maar is die liefde van mij nog wel weggelegd? Ik ben nog zo oud en mijn man ook. Waarom twijfel je nog, Sarah? Geloof je niet dat je nog een zoon kunt krijgen als het Gods wil is? Over een jaar ben je moeder. En Abraham, uit jou komt een groot en machtig volk voort. Voordat ze kunnen reageren, is de engel alweer verdwenen. Ja, waarom laat jij dit gebeuren? Is die Yahweh dan echt sterker dan gij? Laat Mozes onmiddellijk hierheen komen. Breng hem hier, hij moet komen nu. Ja, maar als hij niet naar ons en naar u wil luisteren, heer. Dan sleep je hem maar mee. Hij moet komen, nu, onmiddellijk. Al Mozes nu, meteen. Naar de vader. Heer, gij hebt mij laten halen. Wat wilt gij nog van mij? Waarom laat jouw God dit gebeuren? Heeft hij dan helemaal geen medelijden met ons? Wat hebben wij misdaan? Gij wilt niet luisteren. Nu leert gij de kwaadheid van onze God pas echt kennen. Ga ogenblikkelijk met mijn volk vandaan. Ga en vertrek met al u. Thank you.
ja. Hey, Lars. Ach, net zijn. Dit is Koran. Ja. Zo, en mensen een zwijgen opleggen. Precies. Wil jij tot begrenzingen aftasten? Ja, nou ja. Wil jij het uiterste bereiken van de Almachtige? Precies. Ja, hij maar kent de mensen die te kwade trouw zijn. En hij ziet de duistere praktijken zonder er speciaal op te letten. Als hij nu maar zijn eigen mentaliteit zou rechtzetten en zijn handen uit zou uitstrekken naar hem. Precies. Want mensen vinden het nergens goed. Ze vinden het enige voorbeeld van zijn laatste schrift. Ja, dat is gewoon helemaal
niet zou krijgen zoals de engel haar had voorspeld. Zij voelde zich tot helpen gedreven, maakte zich reisvaardig, spoedde zich het bergland in naar een stad in Juda. Weldra had ze het huis van Zachariah bereikt. Trad hij binnen en begroette Elisabeth. Elisabeth! Maria! Toen was Elisabeth op haar. Hij zegt de zegen van de vrouwen en de zegen van de kinderen. Waaraan heb je te danken? Ik heb dat met ons van mijn eigen kinderen. Het was nauwelijks dat ik de begroeting gehoord. Kindje, wat een blijdschap in mijn schoot. Wat een geluk. Ik geloof dat de Heer zal verbrengen aan zijn volk. Hij heeft de ringen, een eerlijk vonnis. Armen krijgen een rechtvaardig oordeel. Hij tuchtigt de aarde met de geestel van zijn mond en met de adem van zijn lippen toont hij de schulden. Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lippen, trouw om zijn heupen. Thank you.
Hij is hier niet. Hij is verrezen. Vertel zijn leerlingen dat ze naar Galilea zullen gaan. Daar zullen ze hem weer zien. Hij is verrezen. Halleluja. Hij is verrezen. Hij is verrezen. Hij is verrezen. Het is werkelijk waar. De Heer is opgestaan. Ga het goede nieuws vertellen. Halleluja. Halleluja. Nu en in het uur van onze dood.